Dames en heren, mooi dat u er allemaal bent vandaag, want de restauratie van onze molen Jan van Kuik is afgerond. Begin dit jaar zijn de werkzaamheden gestart, zoals gezegd zojuist, en het eindresultaat mag er zijn. Vandaag vieren we dan ook de officiële opening, heropening van de molen Jan van Kuik. En dit soort momenten wordt vaak gezien als een nieuwe start, waarbij kort wordt teruggekeken op het verleden. En na wat gegoogeld op het internet durf ik er best even aan om u mee te nemen in de historie van de molen Jan van Kuik. De rijke historie. En deze verkorte geschiedenisles begint in het jaar 1869. Ik vraag u bij voorbaat al begrip voor mogelijk historische hiaten in mijn les, want ik ben slechts een amateur-historicus. Uit de archieven blijkt dat de uit Venlo afkomstige molenbouwer Jozef van der Steen in 1869 een molen bouwde op een plek zo'n 3 kilometer buiten Sint-Agata aan de doorgaande weg naar Kuik. Van der Steen was daarmee de eerste eigenaar van deze molen. En na het gereed komen van de molen werd deze in datzelfde jaar verkocht aan de heren Gerardus Derks en Pieter Isaac Groen. De molen en 2 percelen bouwland werden overgenomen voor een bedrag van maar liefst 3800 klinkende guldens. In 1884 loopt ene Vincentius Lambertus van Riet, die koopt hem dan, waarna in 1899 de heer Gerard Willems de molen weer overneemt. En deze Gerardus Willems, herbergier en molenaar van beroep, komt uit Monk. Het geslacht Willems zal de molen tot in de Tweede Wereldoorlog in bezit houden. De oorlog ging aan de molen Jan van Kuik helaas niet geruisloos voorbij. In de meidagen van 1940 kwam de Jan van Kuik zelfs onder Duits vuur te liggen, maar de beschadigingen vielen gelukkig mee. In 1942 overleed molenaar Petrus Willems, waarna zijn neef Gerard Willems uit Boksmeer de molen huurde van de weduwe Gertruda Willems Bernaerts. En in 1943 stopte Gerard Willems met het molenaarsbedrijf. Chef Kessels, de grootvader van de huidige molenaar Stefan Willems, neemt de molen over van de weduwe. Vele jaren gaan voorbij als de inmiddels noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de molen kunnen beginnen. Vanzelfsprekend met gemeentelijke, provinciale en rijkssubsidies van in totaal maar liefst 1100 klinkende guldens. Voorwaarde is wel dat chef Kessels de molen tot 1 april 1961 in gebruik zal houden. Hoewel de onderhoudskosten voor chef in 1959, een belangrijk jaar trouwens, te groot dreigden te worden, kon hij het redden tot 1972. In dat jaar bleek het voor hem niet meer mogelijk om de molen te onderhouden. De gemeente Kuik schoot de hulp, kocht de molen en plaatste deze ook op de monumentenlijst. Na enige restauratiewerkzaamheden werd de molen op 22 juni 1974 officieel heropend door de toenmalige burgemeester Hennekes van Kuik. En vanaf 1977 verzorgde molenaar Niek Wortman samen met chef Kessels de opleiding van maar liefst 16 vrijwillige molenaars op de Jan van Kuik. Chef overlijdt in 1978, waarna Niek Wortman het beheer overneemt. Jaren later, in 2001, komt Stefan Willems als molenaar op deze molen. Stefan is de kleinzoon van boegbeeld chef en in het pakhuis is inmiddels een echte molenwinkel ontstaan waar diverse molen- en streekproducten worden verkocht. En in 2011 sluit molenaar Stefan Willems zich aan bij het ambachtelijk korenmolenaarsgilde, waarna in 2012 Johan Reinders door de gemeente wordt aangesteld als de tweede molenaar op de Jan van Kuik. Ja, dames en heren, deze geschiedenisles kreeg u gratis onder het motto: geschiedenis is niet zozeer wat er is gebeurd, maar wat de mensen zich herinneren. En nu ik het toch over geschiedenisles heb, ik herinner me tijdens het schrijven van deze tekst de tijd dat ik leerling was op het Marlet College. En ik moet u hier bekennen dat ik in die tijd nogal eens wat lessen heb gemist. Zeker de tekenlessen. Ik had namelijk niet zo'n aanleg. En zo'n afwezigheid wordt stevast genoteerd in het zogenaamde klassenboek. Maar meestal kon ik de corrector een goede reden voor geven. Ik had nogal wat briefjes van afwezigheid. Maar helaas niet voor alle lessen had ik een alibi. Zoals die ene keer. En ik kreeg als taakstraf door de corrector opgelegd. Jawel.
het gaan tekenen van deze molen. Ik werd 3 keer teruggestuurd naar de molen. Dat kon beter volgens de contractor. Maar, dames en heren, ik haal uit zoiets altijd iets positiefs. Ik heb mezelf dan ook de illusie aangepraat dat mijn tekeningen van toen hebben bijgedragen aan de huidige restauratie van deze molen. Alleen het idee al spreekt me persoonlijk aan. Dames en heren, u weet het, chef Kessels is een belangrijk man geweest in de geschiedenis van deze molen. Toen hij de molen in 1974 aan de gemeente Kuik verkocht, vanwege ook de uitbreiding van de wijk Padbroek, bedong hij bijvoorbeeld dat de molen draaivaardig gerestaureerd moest worden en dat de gemeente Kuik de opvolging moest regelen voor het molenaarschap op de Jan van Kuik. Chef Kessels was de grote kracht achter het overdragen van kennis aan aspirant-molenaars. Hij kende de kneepjes van het molenaarsvak en hij zei dan ook, of dat werd dan ook gezegd, hij kon de graan malen met zijn ogen dicht. En bij zijn overlijden in 1978 stond de molenwereld een klein beetje stil. Het is dan denk ik ook zeer terecht dat deze omvangrijke restauratie van de molen Jan van Kuik, dat we die aan chef Kessels opdragen en zijn verbondenheid met de Jan van Kuik willen vereeuwigen in een gedenksteen. Want, zoals ik zojuist al zei, geschiedenis is niet zozeer wat er is gebeurd, maar wat de mensen zich herinneren. En dat doen we vandaag met de gedenksteen die we nu, denk ik, gaan onthullen. Dromen we erover?